Jongens en meisjes, wie wordt de beste speller 2017 van de gemeente Kuik? Het zal... Oh, daar steekt er al eens een vinger op. Het zal gaan blijken. En Harry Vullings zal jullie nu het dicté uitleggen. Hij zal het bespreken. Hij zal zeggen waar de valkuilen waren en de instinkertjes, enzovoort, enzovoort. Harry. Ja, dankjewel. Spannend. We gaan kijken hoe het zou hebben moeten zijn. Jij weet nog wel hoe je het geschreven hebt, denk ik. Dus je kunt meetellen hoeveel fouten je had. En dan hopen we dat het er nul waren natuurlijk. Zin 1. Papa Mark startte aan het begin van de grote vakantie de auto. Papa, dat mag je ook met twee P's in het midden schrijven. Starten moet met twee T's. Verder zit hier in dit stuk denk ik niet zoveel moeilijks. En de familie begon aan de al lang van tevoren uitgestippelde route. Dat was natuurlijk wel een beetje lastig. De al lang, in twee woorden, van, ook een los woord, en tevoren is weer aan elkaar. Uitgestippelde, aan het eind met één D en een E, en route schrijf je met het O. Naar het in 2005, meneer Jansen zei al, getallen, jaartallen schrijf je met cijfers, dus gewoon 2005. Geërfde, daar moeten puntjes op, trema heet dat officieel. Geërfde, met 1D en 1E. Buitenhuis, in het verrukkelijke, twee R'en en twee K's. Althans naast elkaar, want bij le que komt nog een k. Beaumont, dat dachten we dat jullie wel zouden moeten kunnen schrijven, want je hebt het al de hele tijd kunnen zien. En de meesten hebben het boek gelezen, dus dan zou je dat moeten weten. Dat was zin 1. Wie heeft 0 fouten? In het publiek hebben ze 0 fouten. En de vaders en moeders hebben ook meegeschreven, maar die vragen we maar niet. We gaan naar zin 2. Thomas, nu ex-basisschoolleerling, ex-basisschool, dus er staan twee S'en naast elkaar, leerling, schoolleerling, twee L'en naast elkaar, die eind augustus... De maanden schrijven we met kleine letter, niet met hoofdletter. Naar het Maaszicht College, dat is een naam die wij zomaar verzonnen hebben. Dat schrijf je aan elkaar, maar we tellen het ook goed als je schrijft Maaszicht en dan een spatie en dan college, maar dat moet dat ook met hoofdletter. Geen streepje, dat komt niet voor. Sommige colleges schrijven het als één woord. Merlet College is één woord. Maar andere, Elsendaal College, schrijven ze met twee verschillende woorden. Hier hebben we dus allebei goedgekeurd omdat het een verzonnen woord is. Krioelden de vele gedachten. Het onderwerp is hier de vele gedachten. En dat is meervoud. Dus krioelden de vele gedachten... Aan een nieuwe, comma, hoogst interessante, 1 R en 2 S'en, toekomst door het hoofd. Wie had hier geen enkele fout in deze zin? Weer dezelfde mensen uit het publiek. Ik geloof er niks van. Zitten daar wel dapper in dat publiek, maar jullie hebben het maar moeten doen. We gaan naar zin 3. Stiekempjes doodde hij onderweg de tijd. Doodde, dubbel O, dubbel D. Doodde hij onderweg, één woord, de tijd, door op zijn tablet,
T-A-B-L-E-T. Een cadeautje. Dat schrijf je officieel alleen maar zo. Met een C en dan E-A-U-T-J-E. Voor zijn overgang. Te chatten, C-H. Met zijn vriendinnetje, dubbel N, Céline. Céline is een naam uit het boek. En daar mogen wij dus van aannemen dat je weet hoe je dat schrijft. Met een C en een E met een streepje. Officieel heet dat streepje accent d'aigu. Wie heeft dat wel eens ooit gehoord? Niet. Wat zeggen jullie dan? Streepje naar rechts of zo? Streepje naar links en streepje naar rechts. Een apostrof noemen jullie een komma in de lucht, denk ik. Goed zo. Over skateboarden, SK, en dan borden met OA, OA. Hockey, CKEY. En over hoe ze tezamen, moet je schrijven, als één woord. Gegamed, met AMED. En gegoogeld. Met dubbel O-G-E-L-D hadden. Wie had dat 10 fout in deze zin? Nou, dat is toch goed. Zin 4. Ook had hij de vreemdste, vreemd is het woord, en daar komt dan S-T-E achter, fantasieën, omdat de klemtoon aan het eind zit, fantasie, wij zeggen niet fantasie, maar fantasie, moet er nog een E bij en daar komen die puntjes, die trema op. Over hoe het met de Franse bewoners in de buurt zou zijn, Franse met een hoofdletter, de rest denk ik dat niet zo moeilijk is, hun vriendjes, de sikkeneurige met twee K's, kasteelheer, één woord. En uiteraard, één woord. Dat excentrieke, met XC, vrouwtje met haar, daar gaat de telefoon, verroeste, met twee R'en en één T, prikstok. Dat was zin 4. Dat was de helft. We gaan naar zin 5. Zou de mysterieuze met Y en na de U een Z, vioolspelende geest, vioolspelen schrijf je aan elkaar, maar gitaarspelen schrijf je weer niet aan elkaar. Dat is eigenlijk heel vreemd, maar nou, dat is nou eenmaal zo. Geest van vorige keer, weer in de blauw verlichte met één T, kamer, ritselend met een S en een D aan het eind, tevoorschijn, één woord, komen. Met zijn afgrijselijke kaviaarsnuit, afgrijselijk, twee keer lange ei. En je mag ook schrijven afgrijselijk. Die E er niet tussen, tellen we ook goed. Cavia snuit, cavia met een C. Nou, dat weten jullie, want jullie hebben allemaal een cavia thuis. En dan heb je op het hok allemaal geschreven cavia. Dat de mensen niet denken dat het een hond is. Cavia met een C. Armen als asperges. Met een G. En voeten als strijkijzers. Wie had het woord strijkijzer fout? Nou, kijk. Geweldig. Zin 6. Toen ze eenmaal, één woord, gearriveerd, hebben heel veel leerlingen maar één R geschreven. En dat zijn er twee. Althans, naast elkaar en dan verderop nog één. Waren,
hete de sympathieke burgemeester. Welkom hete, dat is verleden tijd, dus met twee E's en twee T's. Sympathieke, met een Y en na de T een H. Sympathieke burgemeester. Heerlingen schrijven nog wel eens burgermeester, maar dat is fout. Namens het welkomstcomité schrijf je aan elkaar. En comité met 1 M en 1 T en 1 E. En op die E weer zo'n streepje naar rechts. De hele club enthousiast. Zo schrijf je het, enthousiast. Welkom in het dorpscafeetje. Twee E's en een T, geen streepje meer. En overhandigde mama. Als papa met dubbel P mag, dan wil mama natuurlijk ook met dubbel M. Anders krijgen we daar ruzie mee. Dus de papa's en de mama's weer allemaal tevreden. Eva met een hoofdletter, want dat is een naam. Een geheimzinnige envelop. En vroeger schreven ze dat met dubbel P-E, enveloppe. En dat mag nog steeds. Dus als je dat gedaan hebt, dan is dat ook goed. We gaan naar zin 7. Allereerst, één woord, inspecteert met een T en in het midden een C. Thomas, natuurlijk met een hoofdletter, want dat is een naam. Zijn kamertje, dat nog vol spinnenwebben zit. En ziet onmiddellijk, het woord onmiddellijk hebben jullie 100.000 keer gehad op school, met dubbel D en met dubbel L. En dan zegt de meneer iedere keer, of de mejuffrouw, let er nou op, dubbel D, dubbel L. Heb ik gelijk of niet? Juist, en zo hoort het ook. Dat het weer homelus, dat woord kenden jullie denk ik niet. Hadden velen van jullie nog nooit gehoord, papa's en de mama's wel, maar die riepen al van, oh, dat is ouderwets. Homelus schrijf je met een H en met twee M'en en dan daarna twee E'en. De in de plint met een T, want het gaat om plinten, gevonden munt. Die op zijn bureautje met E-A-U-T-E-E had gelegen, ja, homelus dat er iets aan de hand is, dat er herrie is, dat iets niet goed is. Had gelegen, blijkt spoorloos verdwenen. En de laatste zin, hadden jullie ook allemaal nul fouten in. 'S Nachts, dan schrijf je met zo'n komma in de lucht, zo'n apostrof, en dan een S. En dan komt de hoofdletter, nachts. Wordt met DT hij wakker door een onheilspellend, één woord, korte ei. Ruisen met een S en suizen in het midden met een Z. Bij het raamkozijn. De geest met de spitse snuit verleidt het EI, korte ei, en DT hem met het verdwenen muntje om mee te gaan. Maar dat bevalt met een T onze licht geïrriteerde met twee puntjes op de i, anders staat er geïrriteerde. En dat willen we niet. En dubbel R, held met een D, geen sinds. Ook een beetje een ouderwets woord, maar zouden jullie toch moeten weten, denken wij. Dan schrijf je in het midden met een S en met een Z. Wie van jullie heeft er minder dan 15 fouten? Kijk eens aan. Dat biedt ons perspectief. Goed. Dankjewel. Nou, jullie hebben nou weer inspannend meegekeken.
En nou gaan we luisteren naar de spannende verhalen van meneer Sonnemans, die het boek waar het allemaal over ging, geschreven heeft. Veel plezier. Waarmee het gras voor mijn voeten is weggemaaid. Ja, het dicté, dat is gebaseerd op het boek De Geest van Beaumont van Gerard Sonnemans. En hij gaat jullie nu vertellen hoe dat gaat met zo'n boek. En hoe je erbij komt om zo'n boek te schrijven. En waar je door geïnspireerd wordt. En waarom je ook andere boeken schrijft enzovoort. Dat lijkt me heel boeiend. Aan jou het woord. Dankjewel. Nou, dat was wat. Ik moest zelf af en toe ook heel goed nadenken van hoe zat dat nou spellen. Ik was vroeger wel heel goed in spellen hoor, maar er zitten altijd wel van die instinkers in. Zeker als je zo'n wedstrijd doet, dan ga je het natuurlijk niet te makkelijk maken. Maar ik ben heel benieuwd wat jullie ervan afgebracht. Spellen. En waarom doen we dat eigenlijk? Wij willen met elkaar communiceren, hè? En we kunnen praten, dat hebben we van onze ouders geleerd. En op een gegeven moment hebben we ook bedacht dat als je die woorden in letters gaat omzetten, dat je dan op een andere manier met elkaar kunt communiceren. Kun je zomaar een boek lezen. Dat is wel heel interessant. Maar ja, als je dan dat wil doen op een manier dat iedereen het ook begrijpt, moet je regels maken, moet je afspraken maken. En daarom is die spelling er. En dan kun je denken, ach ja, god, als ik een stukje een brief schrijf en daar zitten een paar fouten in, dan snappen de mensen het ook best wel. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Maar het komt natuurlijk wel raar over als er heel veel fouten in staan. En dan hebben ze ook nog af en toe dat ze de regels aanpassen. Spinnenwebben, ik denk dat ik een fout had gehad, want vroeger zat daar geen N voor de W. En nu tegenwoordig weer wel. Af en toe passen ze die regels weer aan. En dan hebben ze daar jarenlang over nagedacht om dat weer in orde te krijgen. Dat ze denken van, nou, dit is nog logischer. En dan raak ik weer in de war. Want ja, ook schrijvers maken fouten. Er zijn zelfs collega's die een heleboel fouten maken in hun schrijven. Omdat die, ik ken een paar dyslectische collega's. En ja, wat dan? Goed dat als jij zo'n boek schrijft, dat dat niet rechtstreeks vanuit jouw computer naar de drukker gaat, maar dat er een heleboel mensen zijn die daar meekijken. Een schrijver die laat vaak een heleboel mensen meelezen, kinderen, maar vaak ook volwassenen. En als hij dan denkt van nou heb ik zoveel hulp gekregen van mensen die zeggen van maar dit woord is fout en die zin zou ik anders doen, dat je denkt van oké, nou gaat mijn boek gaat naar de uitgever toe. De uitgever, dat is een soort van boekenfabriek. En die gaat er ook nog eens overheen. Soms wel 3 keer met een redacteur die alles nog eens heel goed nakijkt. En die zijn heel erg gespecialiseerd. Die zouden op zo'n dicté zouden die heel goed scoren. Want die kennen precies alle regeltjes. Dus al die fouten worden eruit gevist. En ik had het net met Naomi er al over. Die moeilijke woorden, ja, die leer je op een gegeven moment. Dat is gewoon excentriek met XC. Dat zit in je hoofd, dat weet je en die doe je niet fout. Maar dan ben je aan het typen en dan slippen er wat foutjes in en dan schrijf je toch op een gegeven moment word met een dt, terwijl je zegt ik word en dan had er geen t achter moeten staan. Dat gaat in de vuurt van het strijd en dan heb je een opeens hele domme fout in je tekst staan. En de spellingcontrole van de computer, die denkt, word is een goed woord, dus daar zet hij geen kringeltje onder. Dus het is me goed dat bij het maken van boeken er heel veel mensen zijn die meekijken of dat er geen fouten in staan. En dan nog komt het voor dat er in je boeken fouten staan. Dat gezegd hebbende, wat een mooie sjaal, die leg ik even hier neer. De geest van Beaumont. Oh nee, heel eventjes kort, ligt op jullie tafeltje, ligt dit schriftje, eindelijk vrij, dat krijgen jullie allemaal, want ik ga ervan uit dat jullie op school allemaal al een spellingwedstrijd hebben gedaan, dat jullie de schoolkampioenen zijn. Dit is het verhaal wat ik geschreven heb over hoe het land van Kuik en Noord-Limburg in 1944, 1945 bevrijd zijn geworden. Dat is alvast de eerste winst die jullie binnen hebben. Maar ik ga jullie nu vertellen over De Geest van Beaumont. Over ja, wat voor boek dat is, hoe dat ontstaan is,
Wie het in handen gehad heeft of dat jullie het hebben voorgelezen, maar je ziet achter elk hoofdstukje zo'n fotootje met daaronder een raar blokje met die spikkeltjes. Een QR-code noemen we dat. Dan kun je met je telefoon, met je tablet, kun je daar, als je de goede app hebt gedownload, kun je daar op klikken en dan krijg je op internet op een verborgen plek waar niemand anders kan komen, krijg je informatie over het boek, achtergrondinformatie. Het is net alsof dat je even een konijnenhol induikt om bij de familie konijn binnen te kijken wat anders niet kan. Hier zie je wat foto's van Beaumont, nou ja, of misschien wel niet helemaal van Beaumont, het dorpje in Frankrijk waar dit boek over gaat. En zo staat er achter elk hoofdstuk staat er wel wat andere informatie. Dat heb ik gedaan omdat er achter dat boek wel heel veel waarheidsschuil gaat, heel veel zaken die mij persoonlijk raken. Heel lang geleden heeft de vader van mijn vrouw in Frankrijk een boerderijtje gekocht. Dat heeft hij aan zijn kinderen gegeven. Kijk, hier zien jullie het, zo staat het er nu op dit moment ongeveer bij, met de sneeuwklokjes, die zijn misschien al net een beetje uitgebloeid, zie je de achtertuin van onze boerderij in Frankrijk. En ja, dat is zo'n heerlijke plek. Daar zijn we zo graag, daar kom ik even tot rust, daar kan ik mijn hoofd vrijmaken, daar kan ik ook heel goed schrijven. En dat is gewoon fantastisch vakantievieren. Als je het boek gelezen hebt, dan kom je allemaal leuke dingen tegen. Hè. Zo zie je bijvoorbeeld linksonder onze buurjongen, de George uit het verhaal, die met onze kinderen daar dagen vol gekke dingen speelt. Hier heeft hij zich als een halve ridder verkleed, je ziet het, zijn ze aan het boogschieten. Rechtsboven, ik weet niet, kampvuurtje stoken, dat kan niet zomaar overal, maar bij ons in de tuin kan dat. We stapelen een enorme stapel blokken hout en takken op, dat gaat dan hoog de lucht in en dan pakken onze kids, die pakken een lange stok en die houden ze dan in het vuur totdat die gloeit. Dan kun je daarmee de prachtigste dingen, figuren en letters in de lucht schrijven. Ja, wij hebben altijd ontzettend veel plezier. Je ziet daar onze hond die ook heel graag meegaat, die steekt daar zijn kop door het kattenluikje in de schuur. Het is gewoon een heerlijke plek om te zijn. Maar ook een plek die op een andere manier heel erg mijn hart veroverd heeft. Ik ben dol op alles wat oud is. Geschiedenis was mijn favoriete vak vroeger. En dit is een huis van meer dan 100 jaar oud. En de vorige bewoners, die zijn in het dorpje verderop gaan wonen. En die hebben een klein huisje, dus die hebben eigenlijk alles achtergelaten. Kasten, bedden, kleren, al het money, hoor ik iemand zeggen, wacht maar even. Boeken, potten, pannen, al het gereedschap van de boerderij. We hebben nog van die hele grote oude ploegen waar je met een os voor de grond kon bewerken. En ja, dat is zo prachtig. Ik dacht van nou, daar moet ik eigenlijk een keer iets mee. Ik heb hier de koffer die hier op de zolder stond meegenomen. Ik zal jullie een paar dingen laten zien. Kleren, ik zei het al. Vestjes. Hier een broek van een kindje. Klein kindje met een heel groot gat onderin. Die deed zich geen luier aan, maar die moest gewoon eventjes in de wei buiten de plas gaan doen. Dan hoefde de benen maar wij te doen. Kousen. Die, als jullie kousen kapot zijn, ik neem aan dat je moeder dan niet een naald in de draad pakt en dan de gaten gaat stoppen. We kopen gewoon nieuwe, want bij de Action kosten die dingen gewoon helemaal drie keer niks. Maar de mensen vroeger in Frankrijk, die waren niet zo rijk. Dus als er een sok kapot was, dan maakten ze het net zo lang totdat de draden gewoon aan alle kanten los vielen. Dit is ook wel heel apart. Weten jullie wat dit is? Nou, wie? Wat is dat? Een korset, heel goed ja. En waar gebruikten ze dat voor? Ja? Heel goed ja. Het idee om de buik, kon je slanker worden. Kijk, dan haakte je de haakjes zo in elkaar.
En hier zitten touwtjes en dan vroeg je iemand anders die om op jouw rug eventjes al heel strak te trekken, zodat je een wespentaille kreeg, heel smal werd. Ja. Speelgoed, oude poppen en dat soort dingen. Hier een houten trechter, waar je spullen van de ene emmer in een fles of zo kon overgieten, zie je, zit een gaatje in. Maar ik pak zomaar wat tevoorschijn hier. Wat zou dit zijn? Een garde, heel goed, ja. Om de slagroom mee op te kloppen. Dit ook. Wat zou dit nou zijn? Nee, geen vleestang. Nee. Het ziet er wel een beetje roestig uit, alsof dit die boven de barbecue gehangen heeft, maar dat is het niet. Dit is een soort van krultang. Dat deed je, die maakte je heet en dan knipte je zo met je haren vast en dan zat er zo een slag in je haren. Ja, oh, hier ook sommige hele fraaie dingen. Zoals een doosje met hele chique handschoenen waar ze naar het bal gingen, want soms was er wel een feestje. En ook boeken. Heel veel boeken. Schoolboeken heb ik hier een paar bij me. Hele oude boeken. Dit boek is meer dan 200 jaar oud. Heel, heel bijzonder is ook dit hier. Dit is een portefeuille. Wat is een portefeuille? Ja, maar waarom noem je een portefeuille dan geen portemonnee? Jij weet het erachter? Een mannelijke portemonnee, ja, dat klinkt wel dapper. Nog een poging? Portemonnee is in het Frans portefeuille. Nee, dit is wel interessant, want portemonnee is ook een Frans woord. Porte komt van het woord porté, dragen. Dus je draagt je portemonnee op zak, of in je binnenzak. Maar een portefeuille kun je dus ook dragen. Alleen in het ene draag je je monnaie en in het andere draag je je feuilles. Een monnaie, wat zou dat zijn? Geld, ja, money, hè? Dus een portemonnee, daar stopten ze vroeger geld in. En in een portefeuille, daar stopten ze feuilles. Dat zijn blaadjes. Nou, in deze portefeuille zitten heel veel papieren van notaris. Zo'n stapel. Volgens mij het complete archief van de notaris uit het einde van de 18e eeuw ligt bij ons in dat huis. En dan, ja, dit is wat lastiger om te laten zien, maar dan zit er ook nog die portefeuille gemaakt van leer. En dat moest natuurlijk wel stevig zijn aan de buitenkanten, zodat dat die niet ging slijten. En hadden ze daar, om hem te verstevigen, wat perkament van hele oude boeken gehaald. Die hebben meer uitgevouwen. Je ziet hier die rode lijntjes en die letters en die vierkantjes. Dit is een stukje uit een liedboek, een liedjesboek uit de middeleeuwen, uit de 14e eeuw. Stokoud. Dat ligt allemaal bij ons in dat huis. Maar het aller bijzonderste wat ik daar vond, dat zijn familiefoto's daaruit het huis en brieven. Heel veel brieven. Wel, bijna 150 brieven. Soms zo ver door de muizen opgegeten dat er niks meer van te maken valt. Soms nog keurig in de envelop. Allemaal brieven die geschreven zijn aan de mensen in dat huis. En ja, als je zelf schrijft en je bent dol op geschiedenis, dan gaat er vanzelf iets in je hoofd groeien, want ik moet iets met die brieven. Nou ja, en wel brieven van voornamelijk van volwassenen aan elkaar. Dus dat is lastig om daar een kinderboek van te maken. Ik heb daar zo van 15 jaar met dat idee rondgelopen van wat moet ik nou doen, totdat er op een dag iets gebeurde. Ik klik hem even door en ik ga voor degene die het verhaal niet kennen lezen wat er. Ik moet even vertellen. Wij gingen, mijn kinderen zijn inmiddels zo oud dat ze
alleen naar dat huis gaan, dan pakken ze de auto en dan rijden ze daarheen. Soms zijn we er samen, maar vroeger gingen we natuurlijk met het hele gezin. Ik heb twee jongens en een pleegdochter. Een meisje wat heel veel bij ons woonde. En die ging ook altijd mee op vakantie. En het was ergens in september, dus lang na de zomervakantie, dat ze op een dag naar me toe kwam en zei: Geert, ik moet je toch wat vertellen, want ik heb van de zomer iets heel raars meegemaakt. Laat me niet los. En wat ze toen vertelde, dat heb ik in mijn boek op deze manier verwerkt. Voordat Emma het in de gaten had, zakte ze weg in een diepe slaap. Had net de spookverhalen van papa gehoord, dus door haar droom spookten twee heksen. Met wapperende zwarte jurken vlogen ze op bezemstelen om het huis. De een strooide bliksemschichten in het rond en de ander blies zwarte rook uit haar mond. Emma probeerde het raam te sluiten, maar het was al te laat. De heksen glipten naar haar kamer binnen. Ze vluchtten het bed in, onder de lakens. Een van de heksen legde een hand op haar hoofd. Ze begon overal te kriebelen, alsof dat ze luizen had. Op dat moment deed ze iets wat ze normaal alleen in haar dromen durfde. Ze liet zich niet langer bang maken door dat stelletje klierende heksen. Ze gooide het laken van zich af, schoot overeind en riep: Laat me met rust! En toen stond zij daar, in de hoek van de kamer. Geen heks, maar een vrouw. Een blauwe schim. In een lange, donkere jurk, vol kanten en ruches. Haar haren waren in een knotje opgestoken, met een grote speld erdoor. De vrouw straalde als een blauwe lamp in de mist en zaaide gedimd licht om zich. Ze leek wel een eindje boven de vloer te zweven. Een paar volle, trieste ogen keek ze Emma zwijgend aan. Emma zat klaar wakker, recht op in bed. Even meende ze dat het zwarte Sien was, de heks, maar ze realiseerde zich dat dat onmogelijk was. De schim was niet zwart, maar blauw. Ze deed haar denken aan de dames op de oude foto's die beneden in de hal hingen. Kijk, daar zie je zo'n foto. Als die niet helemaal vergeeld en vervaagd waren, dan zou de geest er zo uitgestapt en naar haar kamer gewandeld kunnen zijn. Sprakeloos gaapte Emma naar de verschijning. Het kippenvel over haar hele lijf. Haar gedachten tuimelden over elkaar heen. Of het nou zwarte Sien, een dame van de foto's of iemand anders was, ze hoorden niet in dit huis. De deuren gingen elke nacht op slot, dus kon ze ook niet stiekem naar binnen geslopen zijn. Dat kon maar één ding betekenen. Ze droomde. Een enge droom. Ze kwam vast door die griezelige verhalen. Emma was verbaasd over de conclusie. Kun je wel nadenken als je droomt, of kun je dromen dat je droomt? Ze haalde zich wel vaker van die duizelingwekkende vragen in haar hoofd. Als een hond die achter zijn eigen staart aan zit. Nou, dat hielp er ook niet verder. Het vreemde mens bleef er maar aankijken. Emma besloot het zichzelf makkelijk te maken. Dit was een droom, punt uit. En zij was de baas over haar eigen droom. Om de blauwe vrouw niet meer te zien, hoefde ze alleen maar haar ogen te sluiten. En dat deed ze, terwijl ze terugplofte op het kussen. Dat was het dan. Nou, dat heeft mijn pleegdochter dus meegemaakt. Midden in de nacht, in de slaapkamer, staat er daar in de hoek van de kamer een blauwe schim. Maar je kunt je voorstellen dat ze daar wel van slag was. Ik sta er nog van te kijken dat ze dat toch nog een maand, anderhalve maand voor zich gehouden heeft. Dat komt misschien wel omdat ze het maar één nachtje gezien heeft en omdat het misschien gewoon echt maar een droom was. En we hebben daarna nooit meer een geest gezien of gehoord in dat huis. Maar ik wist opeens wel waar ik over moest schrijven. Niet over mensen die 100 jaar geleden in een boerderijtje in Frankrijk woonden, maar over mensen die vakantie vierden in een boerderij en die daar heel veel plezier beleven. Totdat een van de kinderen achtervolgd gaat worden door zo'n geest. Ja, is het echt gebeurd verhaal? Nou ja, dat is dus echt gebeurd, dat mijn pleegdochter een geest gezien heeft of erover gedroomd heeft. Er zijn heel veel mensen die geloven in geesten. Ik heb al aardig wat scholen bezocht met dit verhaal. En als ik het dan vertel, dan zijn er altijd weer minimaal 1, 2 kinderen
die wel zelf een geest gezien of gehoord hebben. Opa of oma, soms de hond. Maar het leeft kennelijk onder kinderen. Het schijnt dat kinderen nog gevoeliger daarvoor zijn dan volwassenen. Maar ja, ik weet het niet. Ieder mag dat op zijn eigen manier invullen. Maar ik had natuurlijk wel een hele mooie ingang om mijn verhaal te schrijven. Rond die brieven. Wie het boek gelezen heeft, die weet dat er verschillende brieven in het verhaal worden voorgelezen door de vader. En die brieven, die zijn bijna letterlijk uit de brieven bij ons uit huis gehaald. Als je die hoofdstukjes waar die brieven in staan, als je daarachter op die QR-codes klikt, dan krijg je de brief te zien. En dan krijg je de Franse tekst, want het is heel lastig lezen, krijg je te zien. En daaronder de Nederlandse vertaling. En dat kun je dan naast de tekst die in het boek staat leggen. En dan zie je dat ik bijna niks heb hoeven veranderen om die brieven zo heel simpel in mijn boek te plooien. Maar er zijn veel meer dingen die overeenkomen. Dat maakt het ook zo lastig. Ik heb meer dan 10 jaar aan dit boek gewerkt. Want ja, dan ga je een boek schrijven over een familie die vakantie viert. En dan moet je oppassen dat je niet een boek over jezelf en je eigen kinderen gaat schrijven. Ik ben 10 jaar bezig geweest om dat boek steeds verder van mijn eigen situatie los te schrijven. Maar er zijn natuurlijk toch dingen die daar wel gewoon elke keer weer mij inspiratie gaven. Zo heb ik hier bijvoorbeeld, je ziet hem trouwens ook daar op het plaatje, een oude Franse munt van 5 francs uit 1851. Meer dan 150 jaar oud. Die munt die heb ik gevonden, je hoorde het net in het dicté ook al, onder een plint op een slaapkamer. Zo'n oude munt, het moet in die tijd heel wat, een zilveren munt, moet heel wat waard geweest zijn. Wat doet die nou onder een plint, wie stopt die daar nou weg? Dat heb ik ook in mijn boek mee opgenomen om het verhaal vorm te geven. Die munt die speelt eigenlijk een heel belangrijke rol in het stukje. Heb je nog even tijd? Ah, nee, het wordt 5 minuten zie ik. Nou, nee. Als je net wil weten hoe die munt, wat voor rol die speelt in het boek, moet je het boek gewoon zelf nog een keer lezen. Of lezen als je het nog niet gedaan hebt. Ja. De geest van Bob. Oh ja. Nu geen tijd voor, maar je moet voor de aardigheid even op YouTube kijken. Ik heb een trailer gemaakt bij het boek. Ga maar zoeken op de geest van Beaumont, dan krijg je een beetje de sfeer van ons huis en van wat je er allemaal tegenkomt in het boek, krijg je daar te zien. Ik dacht dat je met je vinger omhoog zat. We hebben nog een paar minuten tijd voordat we aan de prijsuitreiking gaan beginnen. Ik kan zo doorvertellen, maar misschien zijn er nog vragen over dit boek of over schrijven. Noem maar op. Nee? Dan wil ik jullie toch heel even wijzen op een ander boek wat ik geschreven heb. Helaas alleen nog maar op bol.com via mij te bestellen. Groene Stoom. Groene Stoom gaat over het Duitse lijntje. Een oude spoorlijn die in de 19e eeuw aangelegd is om de treinen makkelijker van uit Engeland helemaal naar Duitsland en Rusland te laten rijden. Die liep hier dus vlak langs. En in dit boek heb ik 8 verhalen geschreven die zich op en langs dit Duitse lijntje, dat spoorlijntje, hebben afgespeeld. Die spoorlijn die liep dus niet van Nijmegen naar Venlo, maar van Bokstel, midden in Brabant, naar Wezel in Duitsland. Van bijvoorbeeld langs Haps. Haps heeft een eigen station gehad. Je kunt het eigenlijk, als je goed kijkt naar de plattegrond van Haps, dan zie je daar nog waar het station gelegen moet hebben, waar de rangeerplekken waren. Je ziet midden in, op de grote straat op de bult in de weg nog, dat was de spoordijk. En Haps is in 1926 een ernstig treinongeluk heeft daar plaatsgevonden, of net buiten Haps. Dat staat in dit boek beschreven. Vast Joris in de bibliotheek overal nog te vinden, ik weet niet waar Joris is. Dus als je denkt van, hé, Kees van Beaumont was een mooi boek, zou ik zeggen, ga ook dit maar eens zoeken. Of een van mijn andere boeken. Vind ze allemaal op mijn website. Als je wil weten wat in mijn website is, dan ga je even, pak je daar een boekenlegger mee. Die liggen daar op de hoek klaar.
daar vind je de naam van mijn website ook op staan. Nou, volgens mij ben ik aardig aan de tijd, of niet? Zullen we, want daar zitten jullie toch op te wachten. Oh, de jury is nog niet binnen. Nou, waar? Ja, een vraag. Jullie hebben nog een boek op school. Ik geloof, Joris die zit dus nog bij de jury. Volgens mij hebben jullie dat gekregen. Mag je dat in de schoolbibliotheek zetten en kun je dus om de beurt lenen. Wat zeg je? Laat maar. Ja. Ja, en dat is het leuke van bibliotheken. Die kunnen mijn boeken misschien allemaal wel op de schap hebben staan, of misschien niet. Maar je stapt gewoon naar de bibjuf toe en je zegt, goh, ik wil dat boek heel graag lezen. En dan halen ze het, al moet het uit Pietje Extra deel zijn, dan halen ze het deze kant op en dan kun je het lenen. Allemaal gratis en voor niets. Ja. Dan lezen we toch gewoon. Joris, kan ik een stuk lezen? Of? Ik denk dat ze zo komen. Nemen we de tijd. Kampvuurverhalen. Vandaag is het volle maan, begon pap. Dit wordt een gevaarlijke nacht. Emma loerde door de oogspleetjes om het te checken. Inderdaad, aan de hemel stond een heldere volle maan. Waarom? Vroeg Steven. Omdat altijd bij volle maan op 31 juli de vloek van de Limousin tot leven komt. Pap wachtte een tijdje voor die verder ging. Kennen jullie de vloek van de Limousin niet? Nee, klonk het in koor. Pap deed alsof hij verbaasd was. Echt niet, zei hij. Dan wordt het tijd. Ik moet jullie de waarheid vertellen, hoe verschrikkelijk die ook is. Het is belangrijk dat je het gevaar kent. Is dat echt waar, vroeg pap, vroeg Steven. Ja, je denkt toch niet dat ik een fabeltje vertel? Iedereen kent het verhaal van Louis Caron, de zoon van de burggraaf van Chambord. 200 jaar geleden was hij de schrik van de streek, met zijn gemene grappen, pesterijen en diefstallen. Op 31 juli 1795 was het ook volle maan, net als vandaag. Hij wilde de mensen dus flink aan het schrikken maken, dus pikte hij een haardkleed uit de zaal, een wolvenkop met de kop er nog aan, dat gooide hij zich overeen en zo trok hij van dorp tot dorp. En overal liet hij de mensen in angst en beven achter. Zo kwam hij ook bij de bakker Jean Pachot aan. Hij klopte aan en de bakker die schrok zich wild toen hij de deur openmaakte. Gauw gooide hij de deur dicht. En weer wolf, zei hij tegen zijn vrouw. Maar zijn vrouw die was niet zo bang. Die zei, dat moet ik wel eens zien, want ik geloof niet in weerwolven. Dus ze liep via de achterdeur naar buiten en daar zag ze nog net hoe Louis Garou op zijn witte paard sprong en vertrok de donkere nacht in. En ze dacht, ik zal hem eens hebben. Dus zij sloeg een wit laken om en reed op haar eigen merrie achter Louis Garou aan. En toen ze hem bijna had ingehaald, toen riep ze, zo Louis Garou! Ik kom jou straffen voor al je nare streken. En Louis schrok zo dat hij rukte aan de teugels en het paard, doodmoe, maakte een vreemde sprong en Louis Garou viel van het paard af, rolde de struiken in en sindsdien is er nooit, nooit meer iets van Louis Garou gezien. Nooit meer, behalve als het volle maan is op 31 juli. Want dan klopt hij aan de deuren en dan vraagt hij om binnengelaten toe. Maar de mensen laten hun deuren stijf dicht en dat is eigenlijk wel een beetje dom. Want als ze hem binnenlaten en ze geven hem te eten en te drinken, dan is hij verlost van de vloek van de Limousin. En als beloning kun je dan een enorme grote schat die hij bij elkaar geroofd heeft krijgen. Wie wil dat nou niet? Ik denk, zegt pap, ik denk dat als hij vannacht bij ons aanklopt, dat ik hem binnenlaat. Nou, je laat het mooi, zegt moeder. En Steven, de jongste van het stel, durft die nacht niet in zijn eigen bed te slapen. De jury is er, jongen. Hartelijk dank.
Ja, klappen voor. Hartelijk dank voor dit boeiende verhaal. En dan om in de geest van Beaumont te spreken, komt nu het moment suprême, de prijsuitreiking. De papieren met de uitslagen worden nu overhandigd. En Gerard Sonnemans zal nu bekendmaken hoe het allemaal is gegaan. Ja, ik heb hier de uitslag, de officiële uitslag van de jury. Ik ben straks in de pauze even wezen kijken. Die hadden het er maar moeilijk mee om jullie dictees allemaal na te kijken. Maar ze zijn eruit gekomen. En ja. Heb je enig idee hoeveel fouten zullen er gemiddeld gemaakt zijn? Geen idee. Rond de 15, denk je. Nou, het zijn er iets meer geworden. Gemiddeld zijn er 23 fouten gemaakt. Dat betekent dat de heren een heel moeilijk dicté gemaakt hebben. Dat snappen jullie wel. Maar ja, waar een gemiddelde is, daar zijn er mensen, kinderen die zitten erboven, er zitten eronder. Hè? Ik ga jullie bekendmaken. Eerst welke klas dat het beste gedaan heeft. Nee, ik begin met de klas die er het twee na best gedaan heeft. De derde plaats, met in totaal 88 fouten, komt van de spellingsprong. Of de zevensprong. Heel goed gedaan. 88. De tweede plaats, met 84 fouten, dus een klein beetje beter, is behaald door de Ninekes. 84. Maar er is één school, één klas, die er toch wel erg bovenuit steekt. Die hebben volgens mij wel heel erg veel geoefend de afgelopen weken. Die hebben maar 60 fouten gemaakt. 60 fouten. En dat is de waai, de waaiers van de waai. Mag ik de kinderen van de waai even naar voren roepen? Een applaus voor onze winnaars. Jazeker, ja. Hier staan ze. De waaiers. Super, hè? 60 fouten. En een heuse beker voor op school. En voor jullie allemaal een medaille. Als bewijs dat je de eerste prijs gehaald hebt. Zo. En jij een medaille. Alsjeblieft. En de laatste. Ja. Die krijgt van mij ook nog een prijs. Ik heb wat boeken uit mijn voorraad meegenomen. Dan mag je dadelijk een keus uitmaken. Even zien. Ik heb 3 verschillende titels en ik heb er, als het goed is, genoeg bij me voor jullie allemaal. Hier kun je het kiezen. Kinderen van het Hoge Huis over de kinderen van PC Hoofd op het Muiderslot. Of Het Lot van een Geluksvogel over kinderen in Nicaragua, een arm land in Midden-Amerika. Of Rugdekking over 2 Amerikaanse soldaten die in 1944 bij Groesbeek uit een vliegtuigje gegooid werden om Nederland te komen bevrijden. Kijk er dadelijk even rustig na afloop en dan krijg je je prijs met een handtekening erin. Proficiat. Jullie mogen weer gaan zitten. Dat was de beste klas. Maar wie heeft er nou het minste fouten gemaakt? Ja, we hebben, ik heb hier een heel lijstje met namen. De derde plaats, met gedeelde derde plaats, met 15 fouten. Heel goed. Dat waren Ravi Jansen. Gaan we even staan, Ravi? Oké. En Sanne Kempen. Ook even staan. Nou, Sanne, ja. Jens Kramer. Even staan. Goed, Jens.
aan Quinten geven. Goed. 15 fouten. Nou, dat hebben jullie supergoed gedaan, zeg. Maar we zitten. We gaan naar de tweede plaats. Ook een gedeelde tweede plaats. Met 14 fouten. Het zijn Lotte Scheers. Super Lotte. Nee, dat is niet gedeeld. Lotte, je bent de enige met 14 fouten. Helemaal goed. En er is vandaag eentje echt helemaal baas boven baas. Met niet meer dan 10 fouten. Ongelooflijk. 10 fouten. Mirte Kolen. Van de Waaiers. Mirte. Nou, proficiat, hè? Goed. En ook voor jou een eigen beker. Ik denk dat die wel bij jou thuis op de boekenplank mag, hè? Ja. Ja. Super. En voor jou speciaal heb ik een extra exemplaar van de Geest van Beaumont meegenomen. Nou, kijk, dan kun je dat nog goed maken. Ja. Nou, mensen. Een spannende ochtend. Ik heb ervan genoten. Ik hoop dat jullie het ook mooi gevonden hebben. En ja, je ziet het. Als je heel veel, heb je heel veel geoefend, Mirte? Niet. Je bent gewoon zo goed voor jezelf. Oké. Oh. Ja. En vorig jaar maar 6 fouten, jij en jij? 8. Oké. Nou, moet je kijken. Ja, dat moet ook wel, hè? Zo. Nou, supergoed. Ik zou zeggen, blijf heel goed oefenen aan die spelling. Want het is gewoon echt heel belangrijk dat je je goed verstaanbaar kunt maken op het papier. Hartelijk dank, Gerard. Ja, jongens en meisjes, het laatste woord voor de uitsmijter is voor Joris van de Biep. Oké, dankjewel. Heel veel applaus voor onze schrijver en verteller vandaag, Gerard Sollemans. En daarnaast een applaus voor alle supporters en begeleiders die ook mee zijn gekomen natuurlijk. Applaus voor jezelf als spelling. Het mager vandaag, als we toch bezig zijn, hè? Heel goed. Iedereen goed gedaan. Ja. En een applaus ook voor degenen die de thee hebben gemaakt. Hoe moeilijk het ook was. Nou. En voor diegenen die het nagekeken hebben. Nou ja, je hoorde de fouten, maar het moet kritisch bekeken worden. Dus applaus voor alle correctoren die hier waren vandaag. Nou, iedereen bedankt. Jullie krijgen dadelijk natuurlijk je dicté terug. Iedereen krijgt ook een certificaat dat je allemaal hebt meegedaan. Dus dat iedereen als bewijs toch hier goed je best hebt gedaan. Dat vinden we heel leuk en dat het vooral ook leuk was. Dus let dadelijk even goed op je namen. Ze lopen rond, dus wacht even rustig op je stoel. Ik wil vragen om de winnaars, dus degene de school en de individuele winnaars, even te blijven om leuke foto's te maken die je eventueel ook op school kunnen laten zien. En de rest bedankt. Wacht even op je dictee en dan tot een volgende keer. Applaus voor jezelf. Goed zo. Groetjes en bedankt.